is het met iedereen? Het is inmiddels woensdag 31 maart en vandaag is de eerste dag dat de avondklok een uur langer er is. En maandag was mijn moeder dus jarig. Oh, er komt een... Hè? Ik hoor geen alert. Eén momentje, opnieuw. Even kijken of we hem nog een keer kunnen afspelen. Bianca! Ja! Een jaar! Kim Ulvlag, Kim Ulvan. Jeetje, oh nee! Alweer een half jaar lid van de Pulser Familie. Zo, eentje met een jaar en eentje met een half jaar. Nou, uitroepteken vlag. Dit had ik niet al zo verwacht in het begin van de stream. Ja, inderdaad nog één actie voor een hype train, maar dat maakt niet uit, joh. Oh, werd hij wel bij jullie afgespeeld? Oh, ik hoorde hem niet. Oh. Bianca wil uiteraard geel en goud wil blauw. Kijk, Plot die vindt deze challenge zo leuk. Ja, goud wil blauw. Ja, je zou verwachten geel of oranje. Ja, oranje heb ik nog niet, maar dan zou je verwachten geel. Hier is Bianca. Oh jee, sorry. Ik laat je vallen, Bianca. Vergeef je me. Hier is gouden meisje met een 6. En mijn telefoon staat weer niet op stil. Ik ben lekker voorbereid, jongens. Ik kan ook mijn stream, namelijk mijn dashboard, beheren via mijn telefoon. Dus als je zelf live gaat, dan krijg je zo'n melding dat je je dashboard kan beheren. Bianca zegt, gaat goed. Ik heb vanmorgen sinds ruim 4 weken mijn haren kunnen wassen en douchen. Dus daar intens van genoten. Ja, dat snap ik wel. Vooral als je net gedoucht hebt en je haar is droog. Hoe heerlijk zacht het dan is. Dat is, nou ja, dat is genieten. Bianca en aan de andere kant gouden meisje. Hij raakt aardig vol. Ik moet ook even kijken of er wat subjes weer verlopen zijn. Ja, bizar dat het een jaar is. Gewoon een jaar en een week ben ik nu al een Twitch streamer. En welkom Annette. Wat een week. Maandag was mijn moeder jarig. En maandag was ik dus gaan eten bij mijn moeder. En mijn moeder woont... Ik woon in Noord-Holland. Mijn moeder ook. Maar mijn moeder woont aan de andere kant van het Noordzeekanaal. Dus je moet dan door de Velse Tunnel. En heen niks aan de hand. En ik ga er eten. En ik ga keurig op tijd om 8:30 naar huis. Is die Scheidvelse Tunnel vanaf 8:00 dus gesloten voor onderhoud? En ik denk, welk idioot? Wie heeft dat bedacht? Doe het dan om 9:00. Want iedereen die om 9:00 nog op straat is, heeft in principe gewoon een verklaring. Zo'n werkgeversverklaring, neem ik aan. Dat je zeg maar gewoon buiten mag zijn. En als je dan een keertje moet omrijden en langer onderweg bent, is het dan niet erg. Ja, dan kan je zeggen tegen je werkgever. Of als je naar huis gaat, dat kan natuurlijk ook. Ja, Velse Tunnel was dicht. Ik was juist bezig met onderweg gaan naar huis. Ik zou dan 8:55 ongeveer thuis zijn. Maar toen moest ik omrijden met de pont van, wat is het? Velsen Noord naar IJmuiden. Die kon ik eerst niet vinden, want ik raakte echt in paniek. En toen kwam ik dus in een industriegebied terecht. Nou, 's avonds in het donker voel je ook niet comfortabel. Dus ik rondjes rijden, uiteindelijk de pont gevonden. En toen kwam ik dus echt 9:30 thuis. Ik ben niet aangehouden, ik heb geen boete of zo. En anders had ik uiteraard gewoon die boete kunnen aanvechten. Want het was niet mijn schuld dat ik te laat thuis kwam. Dat was maandag even schrikken. En ik kwam echt thuis. Ik dacht echt, want ik had die stream aangekondigd. Ik denk, ik kondig een stream aan. En precies dan gaat het uiteraard mis. Ja, dat was wel even naar. Dus ik ben toen ik maandag thuis kwam, gewoon lekker op de bank gaan zitten. En lekker chillen en een beetje in call gaan zitten. Maar ik had geen zin om te gaan streamen. En toen had ik nog gezegd, nou dat haal ik morgen in. Maar toen gebeurde er gisteren iets en daar was ik boos om. Ja, zo boos dat ik ook niet kon gaan streamen. Denkend, oh ja, weet je, ik wil graag mezelf zijn op stream. Ook daarin groeien. Ik ga geen happy joy spelen op stream als ik me niet happy joy voel. Dus toen dacht ik gisteren, weet je, ik zeg hem ook af. En ik vond het zo kut. 2 dagen achter elkaar een stream afzeggen. We zijn er. Het is woensdag. Nu ben ik er. Nu gaan we lekker. Bianca zegt, oh wat vreselijk lijkt me dat. Inderdaad, gewoon lekker rust pakken is het beste. Ja. En Charlotte moet al meteen naar de fysio. Jill zegt, ik weet helaas hoe je je voelt, maar des te meer genieten vandaag. Ja, het is gewoon menselijk. Kijk, dat maandag dat ik in paniek raakte en te laat thuis kwam en toen geen zin meer had om te streamen. Dan, ja, dan maar niet. En dat ik gisteren zo boos was dat ik niet hier gezellig leuk de Sims kan gaan spelen. Ja, dan maar niet. Maar dan gaan we het gewoon vandaag lekker doen. Hebben jullie vandaag een stream op de woensdag? Het is een hobby inderdaad. Thanks, goud. Dus inderdaad, goed voor jezelf zorgen. Ik baalde wel gewoon. Dit is dus de reden waarom ik geen streamschema heb. Er zijn natuurlijk heel veel streamers die een streamschema doen. En de laatste tijd zat ik er ook over na te denken. Wat er gisteren gebeurde, wat er eergisteren gebeurde, is alleen maar een reden voor mij dat ik gewoon geen streamer met een streamschema ben. Want ik heb nou 2 keer een stream moeten afzeggen. En ik heb pas vaker dat ik gewoon denk, oh, ik heb geen zin. En ik wil wel echt gewoon mijn zin hebben als ik ga streamen. Dus ja, sorry voor degene die heel graag van streamers houden met streamschema's. Maar ik ga het dus niet worden. Heel af en toe met
met speciale gelegenheden streams. En bijvoorbeeld streams waarbij andere mensen meedoen. Zoals een Monopoly van Among Us. Dan is het een ander verhaal. Dan kan ik natuurlijk wat ver van tevoren aankondigen wat je moet afspraken maken. Voor de rest is het gewoon lekker spontaan. Poep, daar ben ik. Annette zegt, snap heel goed dat je baalde, maar onthoudt. Wij lopen niet weg. Ja, en Jill zegt, is toch prima. Thanks. Oké, we gaan eerst even gameplay doen. Lekker, ja, dan blijft het een verrassing. Poef, verrassing streamer op Twitch. Verder met de 100 baby challenge van een klein uurtje. En daarna gaan we creëren sim doen. Dan gaan we een vadertje maken voor een andere streamer die dus ook de 100 baby challenge doet. Ja, hallo, waarom is verkleedpartij duurder? Ja, met meer volgers moet af en toe op een gegeven moment ergens een prijs omhoog. Sorry. Hij is maar met 2 tickets omhoog gegaan. Kim Puls, de verrassingsstreamer. Ah, joke op de 3 tekort. Ah, dat heb je nog wel hoor, deze stream. En dan gaan we naar het spel. Sven, hi, dat is wel leuk. Ik zag al een berichtje op Discord en dacht, yay, Kim live. Kijk. Dan ben ik zo iemand. Dan ben ik zo'n streamer dat je denkt, oh, ik heb niks te doen. En dan opeens, ploep, Kim is live. Jill zegt, yes. Thanks, Blondie. Ja, volgens mij heeft Bianca vet veel tickets. We gaan het zien, we gaan het zien. En het wordt de bloemenkrans. Daar is die. Hier kan ik wel mee leven, dit vind ik prima. Geen molenbril. Ik zie al de molenbril emote, maar geen molenbril. Nou gaan we echt beginnen met de Sims. De familie, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Dit vind ik altijd zo'n irritant ding. Ze lagen te slapen, laat ze dan gewoon slapen. Maar nee, dan moet het spel ze weer uitschoppen. Wordt het zo'n stream vandaag? Oh. Wat kreeg ik erbij? Zelfs de punten lach je uit, ja. Kattenoortjes, oh. Die heb ik eigenlijk best vaak op. Want als ik mijn make-up doe, dan doe ik het zo. Want dan zitten mijn haren niet in de weg. Maar nu kan hij zo. Sven zegt, volgens mij kan Bianca Kim in haar eentje helemaal vol versieren. Ik ben bang van wel, ja. Dat klopt. Oké. Okay. Jij slaapt. We hebben nog een paar die wakker zijn. Jij bent wakker. Hoe gaat het met jou? Je bent huiswerk aan het maken. Jij bent zo te zien huiswerk aan het maken. En de peuter. Wat is de peuter aan het doen? Die is vies. Maar die is ook wat aan het leren. Ja, eigenlijk gaat het nu goed. Ik hoef niks te doen. Kijk, Blondie zegt, oh, ik ben ook een kattenmens. Love it. Kijk, dit is de stream voor Blondie. Het is helemaal blij nu. Annette zegt, en als ze dan een keer alles wegkoopt, koopt ze alles weer gewoon opnieuw. Ja. Nou, Annette, jij hebt volgens mij ook flink wat punten. Dus ik denk dat jij dat ook wel zou kunnen. Oké, ik spoel wel even door, want anders gebeurt er natuurlijk niks. Canada heeft zijn huiswerk af. En je hebt plezier nodig. Hebben we iets voor een kit? Oh ja, dat hebben we hier gekocht. Ik ga de muur omlaag gooien. Ik zou omlaag. Kunnen we dit gewoon zien. Dus, oefenen. Bianca zegt, ik vind die stapelbed echt super leuk, maar wel echt jammer dat je er niet heel makkelijk iets onder kunt zetten. Zoals en dat je het als hoogslaap kan gebruiken. Ja, ik weet dat dat als je iets in de buurt van die trap zet inderdaad, dat het spel dan zegt nee. Maar met move objects kan het natuurlijk wel. Maar dat moet niet de bedoeling zijn. Ik snap dat het, ja, dat is gewoon irritant hoe het nu is. En, kijk, goed, zo. En Annette zegt, ik heb nu 1022 tickets. Jeetje, oh, Meike zegt, daar wordt nog aan gewerkt. Dat zou wel heel top zijn. Oké, okay, jij zit op niveau 3 van beweging. Mag je lekker wat... Waar is die tablet? Heb jij die tablet op zak? Nee. Heb jij die tablet nog? Nee. Welk kind heeft de tablet? Waar is de tablet? Wat is er gebeurd, de tablet? Ik ben de tablet kwijt. Oh, daar. Achter dat bed verstopt. Wat kan je gaan doen? Beweging, communicatie en denken. Dus dan missen we nog fantasie sowieso. Begin daar maar mee dan. Vind je verkleedpartijtje nog wel leuk? Ik vind het zeker leuk. Maar ik vind het wel leuk als het zeg maar... dat ik niet elke stream compleet onder zit. Daarom gooi ik dan af en toe zeg maar de prijs omhoog. Dat het nog bijzonder is als ik een keer helemaal onder zit natuurlijk. Blondie gaat even de hond uitlaten.
chill, nog steeds niet genoeg. Nee, het is één ticket per 9 minuten. En ik ben nu 19 minuten live. Maar dus met startscherm, ik weet niet wanneer Jill kan binnenvallen. Oké, Jill, tot zo. Oh ja, Canada was klaar met huiswerk. Die is daar. Maar jij bent ook klaar met huiswerk, zie ik. Het gaat eigenlijk wel goed met al die kinderen. Maar aangezien school... Oh nee, het is zaterdag. Er is geen school. Dan moeten we even wat doen. Want jullie zaten eerst op de scouting. Dat zitten jullie niet meer. Oh ja, dat zit je nog wel. Oké, dat gaat gewoon door als tiener. Maar de kinderen zitten... Jij zit ook op de scouting. Jij zit ook op de scouting. Maar jij nog niet. Dus dan gaan we even verbellen. Waar valt dat onder? Hier, buitenschoolse activiteit. En dan mag je daarna gaan slapen. Heb je toch nog wat energie. Annette zegt, ik wil eerst proberen om in de top 3 te komen. Dus als Bianca even een kleedpartijtje blijft kopen, dan wordt dat goedkoper. En Bianca zegt, oh, ik moet voldoende overhouden om vadertje te kopen wanneer het weer kan. Nou, ja, als jij in de top 3 staat, dan heb jij genoeg om vadertje te kopen, hoor. Zo, jij zit ook bij de scouting. Hoppatee. Zijn al die kinderen het weekend ook even de deur uit? Even rust in de tent. Bianca is de nummer 3. Ah, dan ben jij nu nummer 4, Annette. In de top 10. Want voor degenen die dat niet weten, als je dus nu op Twitch kijkt en je scrolt even op de computer naar beneden naar mijn Twitch-panelen, dan is daar dus zo'n schemaatje met een top 10 van wie de meeste tickets heeft. Ik weet dat Mieke en Denise vechten vaak om de eerste plek. Die wisselen elkaar af. Maar Bianca is dus blijkbaar derde. Annette is vierde, oké. Wat een rust. Heerlijk. Zo op zo'n warme woensdagmiddag. Lekker chill, 100 baby challenge. Heerlijk hoe rustig het is met de familie. We kunnen wel wat actie in de tent gebruiken. Hoe lang is ze eigenlijk zwanger? Want het is natuurlijk alweer eventjes een nieuwe baby. Deze. Oeh, misschien maken we bevalling mee vandaag. Dat had ik niet verwacht. Oh, jij moet wakker worden. Je gaat niet je kind een verjaardag vieren. Daar ben je nu al echt te laat voor. Je gaat plassen. En daarna gaan we dit even opruimen. Weg. Dan mag je gaan koken. Laten we een fruitsalade doen. Lekker. Oh ja, het wiegje verkopen. Goeie, Meike. Nou, klik op. Niet ernaast erop. Zo. Oké. Geld! Even kijken hoor. Alles... Alleen klopt de lijst in de panelen niet, want daar ontbreekt de nummer 3 in. En dus Bianca, echt? Dan ga ik even kijken. Ik zet even muziekje op. Moet ik even opletten dat ik mezelf niet in echo hoor, dus ik ga eerst even top opmute. Mijn eigen stream openen, heerlijk. Hallo ik. Hallo. Even kijken. Oh ja, ik zie het. Annette staat op 3 in dat lijstje. Nee, Bianca staat op 1. Bianca staat op 1 hoor. Acinet staat op 2 en Mieke staat op 3. Degene die op 1 staat, staat helemaal bovenaan in dat kadertje. En dan dat witte gedeelte is dan 2 tot en met 10. Bianca, je staat gewoon op nummer 1. Je bent een leiding. Je bent niet van de lijst geveegd. Je staat gewoon dik op kop. Nou, Annette, succes met Bianca inhalen. Meike, oh ja, ik zie het. Ik dacht ook, ik zie 3 niet. Nee, het is inderdaad heel verwarrend, die lijst. Maar het is dus dat nummer 1 staat helemaal op kop in dat paarse. En dan is nummer 2 is dan het zilveren sterretje. Van zilver inderdaad. En dan 3 is het bronzen sterretje. En als je via Streamlabs kijkt, staat ze op 3. Oh, oké. Okay. Ja, ik weet niet in hoeverre die up-to-date is. Omdat Bianca natuurlijk net verkleedpartijtje heeft gekocht. Dus misschien staat ze inmiddels op 2. Dat zou ook kunnen. Oké. Oeh. Lekker bezig. Hij heeft ook al zo'n fantasieniveau 2. Nog even die peuter gaan we ook opgroeien.
Die is aan het einde van de vorige aflevering peuter geworden. Hoe gaat het trouwens met je? Ja, zie je, we moeten ook even voor je zorgen. Dus pak maar een bordje. Zo. Anders gaat het niet lang goed meer. We moeten ook voor jou zorgen. Dus jij mag even die doen. En dan die doen. En dan ook een bordje pakken. Zo. Met mond sta ik... Met wie sta je vierde, Sven? Oh, per maand. Ja, je kan inderdaad voor altijd. Of wie de meeste tickets heeft verdiend per maand of per week. Dus bij per maand. De afgelopen maand heeft Sven dus... is de vierde persoon geweest die de meeste tickets heeft verdiend. Hoe? Oh ja, dat zijn van die dingetjes natuurlijk. Kan dit er ook weer in? Heerlijk. Ik heb geen wasbak, jongens. Wat ga jij doen? Oh, dat is oké. Ik zie ook dat je plezier nodig hebt. Doe dat maar. En die peuter is boos. Die peuter mag lekker hier gaan slapen. Oh, we moeten nog in plassen. Ja, je broer is bijna klaar. Loop hem maar uit. Zo, nu kan jij. Qua subs haalt niemand mij meer in. Nee. Annette is mijn allereerste sub geweest. En die heeft tot nu toe altijd de sub verlengd. Maar ik vind het wel leuk, want Annette heeft 2 weken geleden haar 1 jaar melding gehad. En vandaag was het Bianca. Ik heb ze allemaal nog thuis, ja. We hebben hier deze dame, is de oudste. Maar die is flink op weg om uit huis te gaan. Want ze heeft dus al een karakterwaarde in het groen. Dus we hoeven eigenlijk alleen nog maar voor die 10 te gaan. Maar ja, het is weekend. Dus dat gaat voorlopig niet worden. Als het dan toch... jij moet ook plassen. Ze moeten allemaal plassen. Even kijken hoor. Want als ik... Als ik kijk naar de scouting. Dat is van 2 tot 4. Als ik heb... Want ik weet dat er ook weekendbaantjes zijn. Maar zou die botsen met de tijden van de scouting? Of kan je dat nog combineren? Dat het ervoor is of erna? Want ik wil eigenlijk de oudste geen baantje geven op doordeweekse dagen. Omdat zij dus echt... Ja, zij heeft haar karakterwaarde al gehaald. Dus ze hoeft alleen maar een 10. Oké, babysitter is op zaterdag en zondag. Zie je? Van 6 tot middernacht. Maar ja, dan komt ze dus een middernacht thuis en dan moet ze maandag alweer naar school. Dit is door de weeks. Dit is ook deels door de weeks. Dit is weekend van 7 tot 12. Dit zou ook kunnen. Een handwerker. Ja, zien we aan als dit doen. Dan hebben we strandwachten, dat is deels ook weekend. Verkoopmedewerkers door de week, toneelclub. Oh, dat is onbetaald natuurlijk. Nou, weet je, ik ga ze allemaal wel babysitter doen. Want dat is gewoon logisch, zaterdag, zondag. En dan de andere tiener kunnen we wel, barista of fastfoodmedewerker. Maar degene die dan elk moment uit huis zou kunnen gaan, ik denk dat ik die in het weekend wel laten werken. Zodat ik door de week alle tijd heb om aan school te werken. Hoi Tally. Annette zegt, ik zou kijken welke het meeste geld op heeft. Nou, dit is dus Aalst. En Aalst hoeft alleen nog maar 10 te halen. Dus ik wil haar in het weekend laten werken. Zo. Oh, dan stopt ze met de scouting. Ja, dan stop je met de scouting. Jammer dan. Dat kan dus niet samen. Gemeen zeg. Maar ja, dit verdient geld. En dat andere niet. Oké, plassen. Je kan je peuter beter in een peuter in de kinderstoel laten slapen. Dat gaat sneller. Ik haat die... Nee. Wat doe jij nou, gast? Dit is niet oké. En elke keer hetzelfde project, hè? Het is nooit die. Het is nooit die. Het is nooit... Het is altijd die. Waar is moeders? Oh, ze zit nog met hem te kletsen ook. Je moet hem aanspreken. Recent gedrag. We gaan hem niet bestraffen. We gaan tegen hem schreeuwen. Zo. Ik ga geen straf meer geven. Want dan word ik gek van. Oké. Dan mag je weer gaan oefenen.
Nee, ik geef hem niet weer straf. Ik heb geleerd van de vorige keer. Dat ging echt absoluut niet goed. Volgens mij was het jouw schoolproject. Ja, zie je. Arme Aalst. Mag je opnieuw beginnen? Oh nee, de plezier is naar de prut. Nee, ga maar douchen. Ik zie trouwens ook. Je moet douchen. En dan mag je daarna wel even ook meespelen. Dan, jij slaapt nog. Oh, post. Maar het is zaterdag. Waarom hebben we post op zaterdag? Even kijken. Kijk hem lopen met zijn heupen. Nou, gaan we post maar halen. Wat hebben we gekregen? Zal wel een verjaardagscadeautje zijn of zo. Ja, oh. Een schijnligie. Als je dit kristal op de kristallen hemelkroon wordt bevestigd, verdubbelt het kristal de kans op het vinden van kristallen in de wereld en vult het de blaasbalk aan. Gratis geld, dankjewel. Hoi Blondie, welkom terug. Het schoolproject is vernieuwd. Vernieuwd van Aalst, alweer. Het is ook elke keer Aalst die de pineut is. Jij wordt gebeld. Gefeliciteerd met je verjaardag, dankjewel. Nee. Echt die vaders zijn een stelletje stalkers. Oké, okay, gaan we meespelen. Jij bent wakker. Waar ben jij? Oh, je zit al op de wc. Kijk, Sims die zelf hun werk doen. Zijn haha, maakt niet uit, wij willen geld. Ja, hij is een toversim inderdaad. En een paardenleven. Dankjewel voor het volgen, welkom. Ga eerst maar douchen, want die is nu vrij. Eten kan je altijd doen. Eet jij nog? Oh ja, dus jij bent een toversim. Ik zat even met papiersim in mijn hoofd. Door voedsel mag ook weg. En dan mag je een kliekje pakken. Ik weet niet of ik een vampiersim heb. Waar ben jij? Waar is je Plumbob? Jij hebt geen ring eromheen. Waar ben jij? Je hebt ook geen ring eromheen. Waar ben jij? Je hebt ook geen ring eromheen. Er is wel een kans dat de baby die in de buik zit een zeemeersim wordt. Maar ik bepaal niet of er een vampierbaby komt. Want ik heb een beloning bij mijn ticket. En dit heet vadertje. En dan kunnen mensen dus een vadertje maken of creëren een sim. Die op de galerij zetten. En dan een beloning kopen met je origin ID. En dan de naam van het huishouden. En dan ga ik dat vadertje dus downloaden en in mijn spel zetten. En ja, als mensen geen vampiervadertje maken. Dan komt er dus ook geen vampierbaby. Ja, we hebben nog 94 kinderen. Nou ja, er zit hier nog één in. Dus 93 kinderen te gaan hierna. De kans is zeker aanwezig dat er ooit een vampierbaby tussen gaat zitten. Met jou gaat het eigenlijk wel heel erg goed. Jij gaat nu eten. Waar ben jij? Je hebt je huiswerk gemaakt. Uit zichzelf? Nou, applaus voor jou. Je mag naar bed. En jouw plezier is... Oh, je bent zelf aan het spelen. Dat is wat leuker dan de boel slopen. En dan hebben we Eritrea. Die is aan het slapen. Waar? Oh, daarboven. Ik moet even wennen aan die stapelbedden. Het is de tweede keer dat ik nu met stapelbedden speel. En die peuter is aan het slapen. Gaat allemaal goed. Ik denk dat dit de chillste aflevering tot... Ja, de eerste dan. Toen ik de sim maakte. En nou, de eerste was ook niet de chillste aflevering. Want toen kreeg ik dus een game crash. Tally zegt, wat een karig huis. Jij speelt de challenge eerlijk. Ja, ik dacht, weet je wat het is? Je hebt dus 100 baby's. Je gaat steeds rijker worden op de lange termijn. Dus ik vond beginnen met een budget van 20.000 simoleons in zo'n startershuisje, vond ik... Ja. Ik dacht, ik maak het extra moeilijk. Geen huis, geen geld. Echt alles van de grond af aan opbouwen. Oh, moeders moet weer plassen. Ze gaat zelf al heerlijk. Gaan we gewoon zo zitten... Oeh. Gaan we gewoon zo zitten kijken hoe de familie het doet. Oh, ze moet ook alweer slapen, zie ik. Nou, gaan we weer naar bed. Oh, het trekt ook niet door, hè. Ik weet niet wat jij gaat doen. Nee, jij mag wel even deze gaan schoonmaken. Doe je nog iets met je leven. En er moet er een hele hoop naar de scouting zometeen. Dus dat is mooi. Eens even de rust in de tent weer.
Ja, ik vond het wel een extra leuke uitdaging. En dan, ik vind het ook wel leuk, want ik volg ook andere streamers die dus de Honden Baby Challenge spelen. Het is heel grappig om te zien dat iedereen zijn eigen twist eraan geeft. Hallo, Kim, hoe gaat het met jou? Hoi, Verre. Ja, het gaat zijn gangetje. Lockdown tijd, hè. Maar het gaat zijn gangetje. Ik heb een goede dag vandaag. Hoe gaat het met jou? Hij gaat uit zichzelf dweilen, lekker bezig. Als jij dan toch daar staat te kijken, maak jij dit dan maar even schoon. Dan is dat jouw straf. Iets doen met je leven, wat voor leven is dit? Ja. Oh, even praatjesmakers ook echo. Zit Lot in de tunnel? Dan moet ik even iets aanpassen. Zo. Als het goed is, moet het nu goed zijn. Ik heb wat dingetjes anders ingesteld. Dus het is nog even zoeken naar alles. Verre heeft 3 weken geen school. Ik weet hoe dat voelt. Ik studeer part-time, dus ik volg maar 3 vakken per jaar. En een van de vakken was online. Het vorige blok. En de andere 2 zijn snelheidstoetsen. Dus daar hoef ik vrij weinig voor les te volgen. Gewoon oefenen thuis. Oké. Moet jij niet naar de scouting? Test, test. Oh, was hij nog? Hij was waarschijnlijk nog in echo. Of niet? Ik hoorde maar 1 keer. Maar ik denk dat ik het nu wel gefixt heb. Wacht, Sven, ik geef jou je... Was hij in echo of was hij niet in echo? Even muziekje. Even muziekje. Du-du-du-du-du. Even kijken. Nee, geen echo. Oh, nou, dan had ik het goed gedaan. Dan kan ik deze uitvinken. Is er ook Wie is de Mol fan of zo? Oh, Lotte. Sven, ik geef jou je puntjes terug voor je test. Zo. Oké. Ik zie trouwens dat ik een melding heb van Twitch. Wat is er aan de hand? Nee, mijn subje op Mipucky Games is verlopen. Oei. Nou snap ik al, want ik zat hem gisteren in de lijst te zoeken, maar kon hem niet vinden. Maar dat was dus omdat hij ook op het moment aan het verlopen was. Jij slaapt. Jij zit daar niks te doen. Ga eens wat doen. Oh, oké, dat wil ik wel zien. Dat gaat heel sneu zijn waarschijnlijk, maar ik wil het zien. Kom maar. Pakkel! Wat wil je doen? Nee, we gaan jou niet laten koken. Jij hebt echt 0,0 kookvaardigheid. Jij gaat gewoon lekker een kliekje pakken en je zoekt het maar uit als je op jezelf woont. Oké, eerst in de chat. De scouts verkopen koekjes als Burger Haamstede door de buurt loopt. Merkt hij dat de verkoopprijs lager is dan hij zich kan herinneren. De groep probeert geld in te zamelen voor nieuwe hengels, zodat ze allemaal tegelijk kunnen vissen. Wat moet Burger Haamstede doen? De prijs omhoog gooien? Of de prijs vasthouden en zijn charmes in de strijd gooien. En ik zie als eerste Annette met de prijs omhoog gooien. Het prijsplannetje van Burger Haamstede heeft zijn vruchten afgeworpen. De klanten waren blij met de overheerlijke koekjes. En sommigen zeiden zelfs dat ze er de dubbele prijs voor zouden hebben betaald. Zo. En nog iemand. Het is de gewoonte dat de scouts om de beurt de wekelijkse scoutingactiviteit plannen. Deze week is Denemarken eindelijk aan de beurt. Heeft ze het perfecte plan om indruk te maken? Neem de tijd of het is gewoon voor de grap improviseren. Maar nou, wie is er als eerst? Kijk, Annette weer. Zij zegt neem de tijd om te plannen. En kijk, een uitje wat geweldig was. Eentje voor de recordboeken. Wat top. Annette, jij bent een topadviseur. Jij staat niks te doen. Hier, stukjes en beetjes. Oh, jongens, het is druk bij de scouting. Oh, Canada moet ook een uitje plannen. Nou, dan pak ik nu die van Sven. Die zegt, neem de tijd om te plannen ook. Ook eentje voor de recordboeken. Komt hij nog een keer met zijnzelfde antwoord. Heerlijk. Ja.
goed zo. Het is wel de bedoeling dat er minder in komt te zitten dan. Zodat ik de prullenbak weer kan gebruiken. Ja. En niet dat je het dan verplaatst. Hier, nog een keer. Ga nog een keer. Ja, hallo, vriend. Jij bent helemaal toppie. Is jouw huiswerk klaar? Dat is jouw kinderhuiswerk. Oeh, kijk, eens in mooie. God, de kanonnen. Moet dit? Opnieuw beginnen. Ga dan maar daaraan. Oh, ze is ongemakkelijk, want ze is misselijk. Door ziekte. Oei. Ze zit in een slechte omgeving. Van viezigheid en troep. En dan heb ik dat alles aan kant. Kit zelfs uitgezet. En er is blijkbaar een stinkende luier. Oh, die peuter. Ja, natuurlijk. En ze is ook nog boos. Mijn project. Dikke caps lock, woede. Goed zo. Je gooit het er weer naast. Zo, dan pelt hij weer uit. Huppatee. Nog maar stukjes en beetjes. Als ik eenmaal... als ik eenmaal zo'n ding heb om recycle dingen te maken, dan hebben ze echt niet normaal veel stukjes en beetjes in dit huishouden. Kijk, Denemarken heeft wat gejat bij de scouting. Wat een topfamilie dit. Die stinkt inmiddels wel. Ga nu maar douchen. Komen ze aan met hun pakjes? Gadver. Ga even geen vuilniszak knuffelen. Oké, okay, je bent flirterig van de scouting. Wat doe je daar? Je bent voor de rest wel helemaal top. Ga maar huiswerk maken dan. Jij moet ook een 10. Dan hebben we in jou. Ik zie hier dat je moe bent. Ga maar slapen. En dan hebben we jou. Jij moet douchen. Kom maar alvast naar binnen. Wie is dit huiswerk? Wie heeft geen huiswerk in zijn zak? Jij wel. Jij ook. Hè? Wat was het? Oh, dat was jouw huiswerk. Nou, die kunnen we dan verkopen. Hup, weer eens een molen erbij. Niet kleine, niet eerst. Hoi Myrthe. En hoi Nicole. Wie is er aan het zingen? Oh, die onder de douche. Oh, Nicole zit ook in het echt op scouting. Ja, voor mij, het is niet mijn ding. Ik vond kamperen vroeger wel leuk. Tegenwoordig niet meer. Maar nee, ik ben niet zo van ik ben echt een koukleup. Dus dan zou ik scouting alleen leuk vinden met warm weer. En ik vind buiten mooi. Maar om echt constant in de natuur te zijn, vind ik dan ook weer iets te veel van het goede. Dit is het verkeerde kind. Wie stonk er nou? Jij. Dusje. Oh nee, jij komt er nu net uit. Jij mag gaan plassen, dan ben jij het. Jij stinkt, jij mag gaan douchen. Leuk joh, al die kinderen. Ze hebben allemaal hetzelfde haarkleur van moeder. Behalve de jongste, die heeft rood haar. Maar de rest heeft allemaal moeders haarkleur. Probeer ze dan maar eens uit elkaar te houden. Wat ben jij aan het doen? Waarom ben jij aan het kletsen? Oh, je bent je maaggevecht is bijna voorbij. Dat is mooi. Nee, het is ook wel goed dat ze aan het kletsen zijn. Dus het is ook goed voor hun plezier. En gefeliciteerd, Myrthe. Lekker taart. Heb je lekkere taart thuis? Laatst ging het in mijn stream ook al over taart. Dus toen heb ik maar taart besteld. Ik heb ook taart in huis. Oh, daar is de poes. Ik heb 1 peuter. Fortuventura. De rest dan 3 kinderen en 2 tieners op dit moment. En ze is zwanger. Oh, je zit er ook in te stinken in bed. Je ziet echt die gore groene walm er vanaf komen. Oh, kijk, ik heb de charisma-vaardigheid geleerd. Lekker bezig. Kijk, je voelt je nu een stuk beter. Ga nu je huiswerk maar maken. We hebben ook echt een bureau nodig. Ze gaan allemaal op bed hun huiswerk maken. En dan is er weer een bed bezet om te slapen. Dat is echt lastig. En jij bent het. Jij mag gaan eten. Zo. Oh, die naam. Ja, die heeft Annette dus gekozen. Laat dat maar eens uitspreken door een peuter. Oh, gebakjes. Ook lekker, toch? Oh.
Het is wel gezellig, zo huiswerk maken en kletsen, dan komt zij er ook nog gezellig bij. Wat ben jij aan het doen? Ben je aan het spelen? Wat ben je aan het doen? Onder de lakens lezen, oeh. Oh, je bent ook al verkouden. Nou, ga even Sudorans drinken dan. Snelle maaltijd. Waar staat het daar? Het moet niet te makkelijk zijn, hè, Bianca. Bianca noemt haar net sadistisch. Dat arme kind gaat dan op een gegeven moment naar groep 3. Waar ze leren lezen en schrijven. Kan zijn eigen naam niet eens schrijven. Oh, die peuter stinkt echt erg niet normaal. Moet je zien, dik in het rood. Oh, hoe gaat het met jou? Jij bent nog steeds bezig met je huiswerk. Ja, het is heel leuk dat ze het kletsen zijn, maar dat duurt natuurlijk wel langer voordat het klaar is. Jij bent klaar met eten. Is jouw huiswerk al af? Ja, toppertje. Heb jij een schoolproject? Die is niet van jou. Die is niet van jou. Die is niet van jou. Ja, zorgvuldig werken. Ga maar aan je schoolproject. Oeh, Nicole eet pizza zo meteen. Oh, Myrthe ook. Pizzadag. Ik weet nog niet wat ik ga eten. Ik heb wel pizza in huis, dus ik zou pizza kunnen eten. Maar ik heb nu nog nergens trek in. Dus ik heb net vandaag boodschappen bezorgd gekregen. Dus ik kan nu alles kiezen wat geleverd is, zeg maar. Dus ik kijk straks wel waar ik trek in heb. Weer een vader die belt. Nee, blijf weg. Oh, hij heeft weer een scoutingsdingetje. Lekker bezig. Jij zit erbij. Je huiswerk is al klaar. Heb jij ook een project? Nee, jij bent laatst opgegroeid. Je hebt nog geen project. Ook een scoutingsbord. Die kunnen we dan verkopen. Want we hebben er al één. Ik kan gewoon... insignes ophalen. Niks. Never mind. We gaan weer verkleedpartijtje doen. Ik ben een soort van een moeilijke eter. Ik lust inmiddels meer dan vroeger. Maar ja, ik ben wel een moeilijke eter. We gaan kijken wat eruit komt. En het woord... De roze sterretjespril. Ja, de bril past heel goed bij het lekkere weer. Nu zie ik alles met zo'n mooie vibe. Het is babytijd. We maken de bevalling nog mee. Je gaat eerst maar even plassen, want anders moet je vet nodig in het ziekenhuis. En dan gaan we baby in het ziekenhuis krijgen. Hoppatee. Niemand neemt me mee. Ik ga de lijst opengooien. Als jij een geografische voornaam wil bedenken, of een topografische voornaam, ja, geografisch is het goed woord. Maar een topografische voornaam wil bedenken met de letter G. Dus denk aan Griekenland, denk aan Groningen. Denk aan Georgia. Dan zet je naam op de lijst. Je eigen naam dan. Zet jezelf op de lijst. En dan trek ik zometeen iemand eruit. En die mag dan de babynaam gaan bedenken. Het wordt één kind, want het huishouden zit vol. Zo. Ik weet niet wat je van plan bent. Ze heeft geld uitgegeven en ik annuleer de actie, maar krijg niet terug. Wat is dit? Je moet uitroepteken join typen. Niet het land of zo in de chat. Ik lood zo meteen. Nee. Ik ga geen snack kopen. Je bent al bevallen, tut. Die Sims af en toe. Hè. Ik heb ook wel eens gehad dat ze denken ook wel op de computer. Like, hoe bedenk je dit? Daar boing vloeime. Eentje. Oh, je bent al ingecheckt. Daar gaan we. Babytijd! Lekker liggen. Weer de geestdokter! We hebben weer de geestdokter. Oké. Okay. Het ziekenhuis zit bij aan het werk. Het uitbreidingspakket aan het werk. Komt de baby. Oh,
animatie doet het niet, want die dingen staan stil. Maar als de baby maar komt, dan vind ik het allemaal prima. Ja. Pling, pling. Wat denken jullie dat het wordt, een jongetje of een meisje? Ik denk een meisje, omdat we best wel veel... Nou... Oh, het is een jongetje, laat maar. Oké, ik ga de lijst zelf even openen. Kijken wie er allemaal op staan. En dan moet ik naar mijn bot. Ik zie 7 mensen die op de lijst staan. Nou, ik klik gewoon op random en er komt 1 iemand uit. Daniela Wout, jij mag het zeggen. Een topografische naam, dus een woonplaats, een provincie, een land. Een werelddeel kan niet, want we hebben geen werelddeel met een G. Maar iets wat begint met een G voor deze zoon. Wordt het Griekenland, wordt het Georgia, wordt het Groningen, wordt het... Ik kan niks anders bedenken met een G. We moeten toch wel meer hebben met een G? Griekenland. Greece, ja. Want ik neem aan dat je daarmee Griekenland bedoelt. Griekenland. Greece is... schrijf je volgens mij zo in het Engels. Als ik het goed onthouden heb. Oké. Okay. Want ik neem aan dat er geen andere plek is die daadwerkelijk zo heet. Hè? Ik kan even gaan googlen. Ik weet niet alle topografische namen. Greece. Nee. Ja, Griekenland. Je bedoelt Griekenland. Oké, okay, baby Griekenland is geboren. Weer een jongetje. En we hebben volle bak nu. Dus nu moeten we gewoon zorgen dat we Aalsten zo snel mogelijk het huis uit te bonjouren. En dan kunnen we een nieuwe baby krijgen. Bianca, hey jammer, ik heb op de site gekke plaatsnamen hier altijd openstaan. Noem er eens één. Bianca, noem er eens één. Ik ben wel benieuwd. Want de G komt echt pas weer over 26 baby's aan de beurt. Dus, Wat stond erop bij de G? En dan zegt Annette tegen Bianca. En dan noem je mij sadistisch. Nou echt, hè? Heerlijk dit. Oké, waar is de baby gedropt? Daar, precies voor het bed. Super handig, Sims. Echt top. Zo. Wacht. Volgens mij stond de baby andersom vorige keer. Zo. En dan mag jij gaan slapen. Jeetje, Mina Gasselterboerveens gemond. Volgens mij past dat niet eens. Oh, dit is handig. Tieners kunnen helpen met baby. Yes. Het enige wat tieners niet hebben is natuurlijk die efficiënte babyverzorging. En dan moet ik echt een aparte babykamer hebben, want anders wordt je moeder de hele tijd wakker. Terwijl er gewoon een tiener staat om te helpen. Hallo zeg, wat gebeurt daar? Eritrea, wat denk je dat we aan het doen zijn? Gedraag je eens? Nee, niet ja, bestraffen. Vraag om geen rommel te maken. Even kijken. Oh, dat ligt bij Jill om de hoek. Gaarkeuken en grauwe kat. Oh, nee. Ik zie een vieze luier. Dan mag je luier verschonen en dan mag je daarna gaan slapen. En Eritrea, maak het zelf maar lekker schoon. Hoppatee. Oké. Okay. Oh, zij is de badkamer aan het schoonmaken. Nou, ik neem aan dat... Oh nee, jij bent gestopt met scouting. Ik wou zeggen, ik neem aan dat zij wel wat van die dingen kan ophalen. Maar ze zit niet meer bij de scouting. Jij... Dat redden we nog. Als jij nu snel belt... Dan ga jij ook weg van de scouting. Want na middernacht zegt hij niet meer van... hier, babysitter. Ja. Ja, zie je? Nou mag je zondag gewoon werken. Maar als het na middernacht was, dan omdat je op dezelfde dag al solliciteert, dan zeggen ze nee, volgende keer, volgende week. Wat een rare namen. Ja, heerlijk toch? Ik heb dus de achternaam Aarde in mijn 100 baby challenge. En elk kind krijgt dus een voornaam wat te maken heeft met de aarde. Jeetje, Aalst. Neemt even wraak, Hiro.
Dit moet op de foto. Wacht. Even kijken. We gaan de plumpop even wegdoen. Neemt hier eventjes eentje wraak. Kijk haar boos zijn. Zo. Woeste blik hoor. Woeste blik. Wat een agressie inderdaad. Oké, okay, Plumbob weer aan. Zo. Anders weet ik al helemaal niet meer bij welk kind ik ben. Moeders, ik ga je weer wakker maken. Oh, die is ook al stuk. Ik ben lekker bezig geweest, meid. Recent gedrag bestraffen. Streng. Teleurgesteld. Oh. Oh, die moeder is al meteen flirterig. Ze weet al de trend. Ze heeft het ritme al door. Baby eruit. Iets anders erin. Heerlijk. Na 7 baby's weet ze inmiddels hoe het moet. Hoi Christy, welkom. Nou, dan mag je weer gaan slapen. Was leuk, ga maar slapen. Laat die kinderen met rust. Hallo. Jeetje, Mina, we lopen net weg. Ik wil de kostschool terug. Dat hadden we in de Sims 3. Kon je kinderen naar de kostschool sturen. We gaan nu tegen je schreeuwen. Teleurgesteld was blijkbaar niet... Slapen. Jij gaat voor straf. Nu ook gewoon slapen. Je dag is voorbij. Je gedraagt je niet. Jouw energie is laag, maar ga jij maar even weer montagemateriaal ontduiken. Geen idee wat dat is, maar doe dat maar. Ik wou zeggen, ga je nog wat doen? Dan mag jij ook gaan slapen. Want jij bent moe. Hoe gaat het met... Wat is die peuter? Nee, dat gaan we niet daar doen. Heel leuk dat je met de tablet speelt, maar niet voor de wc. Want je blokkeert de hele ingang nu. Zo. Oké, ik ga het even opslaan. Zo. We hebben wel wat geld inmiddels. En op zondag gaan zowel Aalst als Burg Haamstede gaan werken. Dus dan hebben we wat meer geld. En dan kunnen we dus in de volgende aflevering... Volgende 100 Baby Challenge stream kunnen we het huis gaan uitbreiden. En dan gaan we zo meteen naar Creëren Sim. Ja, ik ben niet de enige die 100 Baby Challenge speelt. En we gaan zo meteen een heel leuk vadertje maken. Oh, en we gaan ook verkleedpartijtje doen. Oké. Zo, en het wordt... Nou Jill, ik ben bang dat ik het al weet. Wat wordt het? Ja, ik wist het. Ik wist het. Zo. Nou is er een kat die in de molen woont. Speciaal voor Willy Lazy Lady. Je hebt er even op moeten wachten totdat je genoeg tickets had. Maar volgens mij is het dubbel en dwars waard. Want dit is denk ik de favoriet. Ja, dag. Oké, voor het begin eventjes. Maar dan ruil ik hem daarna weer terug. Want deze doet echt op een gegeven moment zeer op mijn neus. Dus we doen even voor het begin. We gaan zo meteen verder in de Sims. En dan gaan we verder in Cas. Ik moest net even mijn spel opnieuw opstarten. Want ik had dus nog mijn greenscreen Cas-achtergrondje. Ja, molentje. En zoals jullie weten heb ik een beloning dat heet Vadertje. En die kost 300 tickets. En dan maak je dus één mannelijke sim, jongvolwassen of volwassen. Die zet je dan op de galerij. En dan koop je de beloning vervolgens. En dan geef je je origin ID door. En je geeft je de naam van het huishouden door. Nou is er een andere Twitch streamer genaamd Miss Divi. Doe maar even een special shoutout. Dus een SSO naar Miss Divi. Zij heeft een tijdje geleden gestreamd op Twitch. En heeft dat dus deze maand weer opgepakt. En is ook begonnen met de 100 Baby Challenge. En zij gaat ook de beloning doen. Bij haar heet het dan Katertje, want zij heeft alles met een kattenthema. Waarbij je dus ook een mannelijke sim mag gaan maken, op de galerij mag zetten en dan dus een gebruikersnaam, je origin ID plus het naam van huishouden moet delen. En dan gaat ze hem downloaden in het spel zetten. Nou is alleen de vraag aan jullie, dus dat is wel leuk voor een polletje. Gaan wij lief zijn voor Sabrina? Gaan wij niet lief zijn voor Sabrina? Of gaan we een beetje moa? Beetje lief, beetje niet lief. Als het gaat om het maken van de man. Oh, Chill zit op de telefoon. Dan doe ik
hem zelf. Oké, ik geef jullie 1 minuut de tijd. Je kan ook pulspunten inzetten. Dus de poll is gestart. Laat maar weten of wij lief gaan zijn voor Miss Divi. En dus een hele leuke man gaan maken. Totaal niet lief zijn voor Miss Divi. En dat we dus alles gaan uitproberen wat er uit te proberen valt in Creator Sim. Of dat we een beetje moi, een beetje lief zijn. En ook een beetje niet lief zijn. En er een combi van maken. Ik zag ook op haar Origin ID dat ze dus een man voor mij heeft gemaakt. Zij is wel lief geweest voor mij. In ieder geval wat ik kan zien aan de foto. Hè. Dus je weet nog niet of er misschien als je gezicht gedraaid heeft dat er hele rare dingen op zit. Oh, vliegen de pulspunten over de toonbank? Oeh, wordt er gestreden? Wordt er gestreden? Oh, zo. Nou, er wordt niet echt gestreden. Iedereen gaat op nope. Jill zegt, ja, ik drukte een beetje veel. Waarom? Niemand heeft gestemd voor moi. Er zijn maar 2 stemmen voor we gaan lief zijn. En 42 stemmen voor nope. En gestreden wil ik het niet noemen. Nee, hè? Niemand wil lief zijn. Oké, dit moment onthouden we, hè? Is die wie? Het is niet mijn schuld. De chat heeft besloten. Ze is er nu niet bij, toch? Nee, ze is er niet bij. Haha, ze weet van niks. Oké. Ja, we gaan dus een man maken. Oh, ik ga wel verwisselen, want ik zie niks door deze bril. En ik weet dat Jill dat weet. Dus ik wil wel kunnen zien wat ik doe. Zo. Zo schattig. Zo cute. Nou, we gaan jou helemaal door de week voor wat halen. Niks, oké. Nou, laten we nog even genieten van dit leuke koppie. Zal ik een small hoofd doen? Niemand wil lief zijn. Nee, er waren 2 stemmen voor lief. Ik vind dit al interessant. Je kan hem ook knap maken met vervelende eigenschappen. Ja, maar de vervelende eigenschappen zijn niet erfelijk of zo. Ik bedoelde met wel lief, niet lief of een beetje lief. Dat wel knap, niet knap of knap. Maar hier en daar zit net een dingetje gek. Maar ja, we gaan dus daarvoor. Oh, dit kan best wel ver draaien. Ik heb nog niet zoveel gedaan. Ik heb het hoofd plat geduwd. Zijn ogen groot gemaakt en zijn wenkbrauwen. En het is nu al interessant. Oké. Okay. Ik wil eigenlijk een heel... Ik ben zo benieuwd nu al wat voor baby hieruit komt. Een boze vis. Ja. Ik kan een hele grote neus maken. Maar ik denk dat een heel klein neusje interessanter is. Dus heel klein. Draaien. Ja. Zo. maar een game. Ik moet juist een man maken. Het is voor iemand anders onder de baby challenge. Dus het is niet voor mezelf. Het moet een mannelijke sim zijn. Een heel klein neusje en een hele grote lippen. Gaan we dat doen? Of... een hele dunne bovenlip en een hele dikke onderlip. Lijkt net alsof hij gestoken is door een mug of zo. Andersom. Nee, dit is nog aardig oké. We doen het zo. Jill gaat koken. Veel plezier nog, dankjewel. Dat hij een mug is. Haarlem, toch? Ja, Haarlem. Als je geboren bent in Haarlem, ben je mug. Heel small. Kijk hoor. Wat kunnen we hier verder mee? Hele kleine oortjes. Wacht. Menu. Ik wil het menu. Hier, kleine oortjes. Nee. Oeh. Ja, maar dit vind ik te makkelijk. We doen wel
Ja, ik wou eigenlijk kleiner, maar kleiner dan dit weigert hij volgens mij. Dit is alweer groter. Zie je, we gaan voor zo klein mogelijk. Zo. Hij moet wel, nu lijkt het alsof je zeg maar tussen zo'n schuifdeur, zo'n automatische deur terechtgekomen is. Oké, Sharon. Even een vraag aan jou. Aangezien jij net uit de leur komt, wat denk jij dat we nu aan het doen zijn? Zie ik daar de molenbril? Ja, Jill heeft haar tickets besteed. Lekkere timing, Sharon. Ik vraag me echt wat Sharon denkt dat wij nu aan het doen zijn. De man maken voor Miss Divi, inderdaad. Ik vind het wel een leuke kop. Oké, gezicht. Dan hebben we natuurlijk nog... Oh ja, dit is veranderd. Het is wel een beetje een gek kleurtje. En dit is natuurlijk te makkelijk. Oké. Ik neem ook aan dat... Waar was het? Hier. Dit is natuurlijk niet per se erfelijk. Het kan erfelijk zijn, maar ik denk dat de kans groter is dat de huidskleur meekomt als ik gewoon in deze hoek ga zitten. Huiddetails. Oh ja, die is nieuw. Lachrimpeltjes. En nee. Nu lijkt zijn voorhoofd groter als dat gewoon mooi smooth is. Oh, dit maakt zijn wangen wel extra interessant. oh, ik had je had de plan al verteld. Oh ja, dat is waar. Dit was ik eigenlijk van plan om maandagavond te doen. En Annette zegt, misschien kan je hem een heel breed bovenlijf geven en een heel dun onderlichaampje. En Tanny gaat eten. Eet smakelijk. Leuk dat je er was. Oh, sproetjes geven. Ja, sproetjes hier dan. Want als ik deze vind ik ook wel leuk dat het hier maar zit, maar dat komt ook hier. En ik wil eigenlijk zijn voorhoofd leeg houden. Zodat als we hem straks een kapsel geven, dat het echt lijkt alsof je een heel groot voorhoofd heeft. Oh, ja, tegelijkertijd. Eentje links, eentje rechts. Dit wordt al een bijzondere knul. Tanden. Gaan we een beugeltje geven? Of gouden tanden? Laat hem gouden tanden liggen. Geef lekker kiesjerig. Dan hebben we nog littekens, maar dit zit allemaal bij het gezicht, hè? Zo, wat een joekel. Nou, nee. We kunnen ook zoiets doen. En dan... Wat hebben we nog meer? Wat is dit? Oh, dat is dus zo'n streep weer door het oog. En dit is bij de wenkbrauw en op de wang. Oeh, schrik me rot. Hey Jos, dankjewel voor het volgen. Welkom. Hoe gaat het met muziek maken? Ik doe die dan weg, dan doen we alleen die. Anders wordt het ook weer too much. En ik denk hetzelfde, hoewel ik dit heel grappig vind, die moedervlekken precies tegenovergesteld van elkaar. Maar ik denk... Nee, dat wordt too much, hè? We gaan wel... Doen we die weg. En doen we die weg. En doen we alleen dat vlekje daar bij de lip. Waar ook zijn litteken zit. En... Ja, dan hebben we alles voor het gezicht eigenlijk al klaar. Kapsel, gaan we dat nu al doen? Ik wil eigenlijk wel, want je hebt dus hierboven natuurlijke haarkleuren... Deze onderste zijn allemaal niet erfelijk. Dus ik kan wel zeggen, oh, ik geef je blauw haar. Of ik geef je groen haar. Dat is natuurlijk lekker gek. Maar ja, we moeten bij natuurlijke blijven. En wat jij wil, Nicole, dat kan niet. Ik speel zonder CC. Ik speel vanille. Dus dat heb ik niet. Ik weet alleen niet wat voor kleur haar we gaan geven. Misschien kunnen we zo'n kapsel geven waar kleurtjes bij zitten. Dat kan natuurlijk wel. Zoals deze. Kapsel kan echt het gezicht maken of prik. Hoi Miss Divi. Welkom Miss Divi. Wat kom je doen Miss Divi? Ik zeg jongens.
Deze kan. Dit zou ik wel heel grappig vinden. Die. Oeh, even kijken. Of is het is allemaal met grijs. Dat is een beetje flauw weer. Wat hebben we nog meer? De hanenkam. En deze. Voor vrouwen is er veel meer kapsels met kleurtjes dan voor mannen. Zag ik hier nog wat? Nee, ik zag het verkeerd. Dit is ook interessant. Miss Dieu zegt, ik wil ook even gezellig komen kijken, maar zo gezellig ziet het er niet uit. Misschien ga ik wel voor deze. Met de paarse bloemen, want ja, ik blijf natuurlijk mezelf. Wat vinden jullie ervan, jongens? Ja, ik kan hem ook een vrouwelijk kapsel geven, maar op zich is dit dat ook al. Ook al zit dit dus bij de mannen ook. Dit is ook intens, maar ik vind dit wel tof met die bloemen erop. Sharon vindt hem tot nu toe heel goed gelukt. Ik ga denk ik geen gezichtsbeharing geven. We gaan ook geen hoofddeksel geven, want hij heeft die prachtige kroon al op. We hebben misschien nog een leuke... Oeh, een piercing zou ook nog kunnen. Het is alleen een dingetje. Ik heb natuurlijk de hoek van zijn wenkbrauw omhoog gegooid. Dus die piercing zit niet helemaal op de goede plek. Dat is dan weer dat je denkt... Oh ja, kijk. We kunnen wel zo een frat geven. Of dit is dan wat anders dan een frat. Maar het is eigenlijk een piercing. Maar ik snap nu wat Nicole eerder bedoelde. Ja. Zo'n koeienbel. Oh, je ziet niet eens. Die zie je niet eens. Het is niet eens mogelijk met zijn neus. Nee, dan gaan we wel voor die. Oké. Nou, dat was de bovenkant. Dan gaan we even alles uit. En Annette zei heel breed bovenlijf. Ach. Alles zit al op zijn max. Click by Yuba. En dan heel dun onderlijf. Maar dat kan niet meer dunner dan dit. Oh, zo! Oh, hallo! Nou, we gaan even overcompenseren. Want ze geven mannen nooit een goede kont. Nou, deze krijgt een goede kont. Hoppatee. Zo. Dunne armpjes. Doen we dat wel. Een brede romp. Een flinke achterkant. En dan dunne armpjes, dunne beentjes. Oké, jongens, grote of kleine voeten? Gaan we voor grote? Of gaan we voor kleine voeten? Sharon zegt kleine. Sven zegt ook kleine. Oké, wat voor leuke outfits hebben we hier. Alles staat toch trouwens als nieuw, omdat ik natuurlijk laatst mijn spel, mijn computer compleet opnieuw gereset heb. Dus dat geldt ook voor mijn spel. Straks valt die voorover. Nou, er is er vast wel iemand die hem wil opvangen, toch, Miss Divi? Misschien valt hij wel in het zand. Oh, oelala. Die gaan we voor formeel doen. Ja, nu al besloten. Die gaan we voor, wat is het? Zwemkleding doen. Doen we badkleding even weg. Waar is die? Waar is die? Daar. Oké. Waarom heeft hij een skibril op bij zijn zwemkleding?
Heerlijk. Sims, echt. Nou, zo kan het ook. Zijn we klaar. Zo kan het ook. En dan is het de verrassing wat erin zit. Prachtig. Oh, ik ga die... Of die. Of die. De hamster. Of dit pak. Ja, wie is die? Wil jij als moderator een polletje maken? Met de opties wasbeer. Hamster. Sneeuwmonster. Kabouter of haas. Oh, je zit ook alle mots op je telefoon. Jongens, ik doe het zelf wel. Optie. Welke? Gaan we dan voor de wasbeer? Gaan we voor de hamster? Gaan we voor de sneeuwmonster? Gaan we, wat zei ik nou nog meer? De kabouter of de haas? Polletje start, het is voor nachtkleding. Examenkleed. Oh, we hebben ook nog deze. Nou ja. Oh, we hebben ook nog deze. We kunnen maar 5 opties. Een hotdog pak. Hey, mag ik je worst zien? Dat kunnen alleen moderators, Nicole. Een telefoon is handig als je snel wilt kijken. Oh, geen probleem, is Divi. Ook al aan de pizza. Het is echt pizzadag. Er waren ook al 2 anderen die aan de pizza gaan vandaag. Kijk, Nicole gaat eten. Eet smakelijk. Ik ben benieuwd wat er uitkomt zometeen. Uit de pol. We hebben ook nog groene beer. Oh, deze komt natuurlijk ook nog in kleurtjes. Lekker chemisch. De haas heeft gewonnen. Oeh. Dat had ik niet verwacht. En blijkbaar heeft Sven zijn punten ergens anders voor ingezet. Welke was jij gegaan, Henk? Sven, welke wilde jij inzetten? En Sydney zegt haas voor Pasen. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Dan gaan we voor de roze. Hoi Kaat, welkom. Sven, Sharon ging voor de haas. En Sven was aan het klikken voor zijn leven voor de kabouter. Oké, nou we hebben al een aantal outfits klaar. Dit is dus nu nacht. En we hebben al zwembad. Maar dan zoeken we nog steeds voor alledaags. Dit is een vlammend pakje. Deze heeft ook. Dit is een beetje vuureffect. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ik kan er ook gewoon een piraten van maken. Oh, die beentjes! Oh! We hebben het ontzettend naar ons zin, Kaat. Wat vind je van deze knul? Oh. Star Wars pakkie. Oei. Ja. Dit is ook intens. Ja, wat gaan we doen? Dit vind ik dan apart, hè? Dat ze outfits doen waar schoenen bij komen. Dat ik denk, doe die schoenen dan bij schoenen. Dan kan je ze ook bij andere dingen gebruiken. Dit vind ik altijd zo zonde. We kunnen ook voor zoiets gaan. Deze komt ook wel met heftige printjes. Ja, ik weet niet zo goed wat ik wil met de outfit. Oeh, deze heeft wel... een pittige broek. En deze ook. Paars. Hier zit paars bij. Dat matcht met de kroon. We gaan deze doen. Even schoenen erbij. Oh, dan doen de vlammende gimpatronnen zetten. Oh, kijk, die komt ook in het paars. Nou.
Ik zeg, hoppatee, de eerste is geslaagd, de eerste look. Nou, voor formeel hebben we dus deze al. Daar kunnen we ook over paarse schoentjes onder. Is toch mooier, hè? Sportief! Ik zeg eigenlijk een andere broek en andere schoenen of dan niks meer aan doen. Dit is toch zo iemand dat je denkt, oké, ik loop wel om. Ik wil niet langs jou lopen op straat. Ik loop wel om. Gaan we voor een kort broekie? Of gaan we voor een of andere legging-achtige broek? Oeh, hier lijken ze beentjes wel weer dun. Ja, en andere schoenen. Misschien wel weer van die hele grove gimpen. Oeh, die zijn kort! Zo! En die roze bril maakt het af, hè? Dan moet er eigenlijk moet die gimp toch roze. Matcht het nog een beetje met zijn bril. Zo. Oké. Nacht hebben we dus al gedaan. Feestkleding. Gaan we dan ook hier iets uit... Oeh, die. Shine. 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 Ik vind dit eigenlijk wel een goeie. Hij is ook of dit. Of dit. Nee, we gaan voor shine. Die. We moeten even mooie schoentjes onder. Nou, kijk eens aan wat een vrolijk. Hij kan zo bij de toppers. Echt. Anders nog ergens die kabouter verwerken. Nee. Er was nog een glitterpak. Ja, ik weet bij de vrouwen dat er een glitterpak zit met wordt beroemd. En ik weet ook dat je inderdaad... ik weet welke je bedoelt. Die is deze. Maar ik vind dit ook wel een interessant dingetje. En eigenlijk de outfits waar het vooral om gaat is alledaags nachtkleding. Warm weer misschien en koud weer misschien. Ligt eraan wanneer die aan de beurt komt. Nou ja, badkleding hebben we dus... Oh nee, die bril laat gewoon op. Waarom niet? Warm weer. De kans is aanwezig dat dit de outfit gaat worden. Namelijk waarin we hem gaan zien. Ik vind dit eigenlijk... Ja, het is op zich ook wel heftig. Niet zo'n ding waarvan ik denk... Oeh. Jij bedoelt... Ik weet wel welke je bedoelt. De luxe feest. Deze bedoel jij... Wat ook in paars. Voor warm weer? Nou, je krijgt het er wel warm van. Maar niet op een goede manier, denk ik. Hup, kijk er geen patroon onder. Dit lijkt net een metro of zo. Gewoon doen, ja. Oké, en dan nog koud weer. Ja, mijn luxe feest weg. De vampierjas. Nee. Hier zit hij ook lekker ingepakt. Ik heb natuurlijk ook van die snowboard outfits en zo erbij gekregen. Of dit is ook erg intens. Zo'n foute dead trui. En een kleedje met koud weer is zomers. Oeh, ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Ik vind het jammer van die trui, want die is perfect. Maar dat gaan we doen. Proud to be cold. ja, wat voor kek dingetje gaan we dan steken? Ik heb een idee, maar dan moet ik wel even bij vrouwelijk zijn. Dat is zo'n leuk dingetje. Waar sta jij? Alles staat nu door de war. Ik weet ook niet uit welke... Was het deze? Nee, het was niet die. Hoehoe. Hij vindt het leuk. Dat is mooi. Jij moet ermee rondlopen. Ik ben aan het zoeken, maar ik vind het niet. Ik weet ook niet onder welk pakket die hoort. Ik zoek die bodysuit. Ben ik er nou voorbij? Kom ik nou... Wacht, als ik mannelijk nou even weghalen. Even opnieuw.
Proud to be koud. Ja. Ik zoek, ik zoek, ik zoek. Wat dit? Dit is ook bijzonder. Maar ik zoek eigenlijk wat anders. En ik wil... Oh, of dit. Was hij van achtertuin? Waarom zit... Hij zit niet bij volledig lichaam. Want je moet er een broek onder doen. Ik zie hem niet, ik zie hem niet. Kim is aan het zoeken. Als het over... Dan ga ik gewoon kijken. Oké, achtertuin, achtertuin, achtertuin. Dat is een asparaguspakket. Die staat daar. Nee. Valt hij dan toch onder volledig lichaam? Vrouwelijk? Maar volgens mij hoort hij niet onder volledig lichaam. Waar sta je? Daar sta je. Koud weer uit. Nee. Nou, als ik hem niet kan vinden, dan vind ik dit ook wel een hele interessante optie om te hebben. Ik snap het niet. Ik kom hem normaal altijd tegen en ik gebruik hem echt bijna nooit, omdat ik de voorkant zo saai vind. En nu zie ik hem gewoon niet staan. Ik wil hier ook een zoekfunctie hebben, net als bij de koopmodus. Waarom hebben we hier geen zoekfunctie? Ja, die inderdaad. Die bedoel ik, Myrthe. Ik vind hem gewoon echt niet. Dit is hem ook niet. Nee. Oeh. Oeh. Hij komt volgens mij niet uit basisspel. Hij zit in een pakket, maar ik... Of is het wel? Nee, dat is hem ook niet. Nou, ik ben de hele lijst afgegaan. Annette zegt ook, ik weet welke je bedoelt, maar ik weet niet bij welk pakket hij zit. En Myrthe zegt, ik dacht dat hij bij de achtertuin hoorde, maar misschien hebben ze het bij basisspel gemaakt. Ja, dat vind ik ook een ding. Dat doet IE de laatste tijd bijvoorbeeld. Net als met die stapelbedden. Hè? Die stapelbedden, als je zeg maar kijkt naar alleen het frame van het bed. Eén van de twee bedden komt sowieso uit ouderschap. De andere weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar dan maken ze vervolgens die frames dan als stapelbedden. Waardoor het alsnog gratis in iedereen's spel komt. En dat vind ik dan, ja... Weet je... Mensen hebben daar in het verleden geld voor neergelegd. Respecteer dat. Ga dan niet opeens dingen op een later moment toch toevoegen aan het basisspel. Dat hebben ze meerdere keren gedaan. Wie is Kim? Iris gaat op het internet zoeken. Nou, ik ben die lijst. Dit is ook wel interessant. Maar dit is ook een beetje saai om naar te kijken. Ja. Ik weet het niet. Ik snap het niet, want ik heb gewoon vrouwelijk aan en ik heb voor de rest alles uit. Dus het moet er gewoon tussen staan, maar het staat er niet alsof het gewoon verdwenen. Ik snap er niks van. Ik heb alles. Mijn spel is compleet. Dus het is niet alsof het in een pakket zit die ik niet heb. Kijk alleen eens onder hem. Ja, maar het is... Over hem, de sweatshirts, colberts, polo's. Maar het is ook geen hemd. Oeh. Het is een soort van badpak concept ding. Ach, ik voel de ding om. Dit is ook intens.
Wat nou, hè? Als we hier... Kijk, het is zeg maar zo'n concept. Alleen dan... met kant op de rug. Hmm. Nou, weet je, ik geef het op. Ik geef het op. We gaan voor iets algemeens. We gaan voor, denk ik, die ene dan. Van vampieren. Hij staat gewoon echt niet bij. We zijn die lijst mee... Of dit vind ik ook interessant. Deze komt wel. Hierin bijvoorbeeld. Hierin. Dit vind ik wel een beetje winterse kleurtjes. Dus dan is het toch nog koud. Ja, daar zat ik bij. Annette, bij tanktops. Nee, ik denk niet dat ze zomaar iets uit het spel zouden halen. Maar misschien hebben ze een... Is er iets fout gegaan omdat ik een mannelijke sim aan het maken ben met vrouwelijke kledingopties. Dat hij daardoor niet goed pakt of zo. Oké, als we hier dan een hele stoere mannelijke broek onder stoppen. Hè? Dat ga ik dan heel grappig vinden. Zoals dit bijvoorbeeld. Tuinbroek. Oh, koud weer moet even uit. Weg, koud weer. Wij willen niet per se koud weer. Ja, korte broek kan. Oh, leren broek. ja, maar als ik een vrouw toevoeg en er staat daarbij, dan heb ik er niks aan. Want ik moet een mannelijke sim inleveren, dat is het punt. Oké, slippers wilden we. Koud weer uit. Geef mij slippers. Slippers, 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 slippers. Bovenaan. Gaan we echt voor de dunste van de dunste. Echt die flip-flop dingen. Laten we blauw doen. Dat matcht mooi met zijn bovenkant. Oké. Okay. Oké. Okay. Oh, dat die bestaat. Oh ja, dat kunnen we wel even checken. Nieuwe sim. Lexa. Jij bent ook leuk. Zeba, uplieve. Ja, zie je. Waar komt hij uit? Achtertuin accessoires. Hij zit er gewoon... Ja, mannen mogen hem gewoon niet hebben. Lekker discriminerend. Dit was dus wat ik wilde. Helaas. Maar we hebben nog een naam nodig, jongens. Hoe gaan we deze vrolijke vriend noemen? Roep de suggesties maar in chat. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal hebben. Ik had alles uit. Alleen vrouwelijk aan. Ja, ik kan ook wel alles uitzetten. Tops. Ik heb geen zin om weer die hele lijst af te scrollen hoor. Ik heb 3 keer die lijst afgescrolld voor dat ene dingetje. Hij was achtertuin. Nee, hij pakt hem gewoon niet. Het wordt gewoon gediscrimineerd. Mannen mogen niet. Even kijken. Ik zie al Heinz. Ik zie Frank. Ik zie Heinz Pasta. Ik zie Tafelpoot. Ik zie Foei. Of die Foei. Oh, sorry. Komt tegen me. Ja. Mijn externe harde schijf wil ook graag aandacht. Ja. Lief. Medolieus, zangerig. Helder. Hartelijk. Onbezonnen. Oh, Lavoy, mijn bieze. Even kijken. Nou, dan gaan we voor Heinz Tafelpoot. Heinz Foei Tafelpoot. Oké, roep maar eigenschappen. Kom maar door. En uiteraard wordt deze vrolijke vriend een serieromanticus. Die gaat los. Ik zie gek, ik zie somber. Gek vind ik wel pas. Ja, onvoorspelbaar is dat nu. Heinz Chips. Nou, we hebben nu Heinz Foei Tafelpoot. Heb ik 3 van jullie blij kunnen maken met de naam erin verwerkt. Maar welke eigenschap gaan we nog doen? We gaan lui, zie ik.
somber, gek. Hebben nog andere mensen suggesties? We kunnen even alles langs scrollen. Dat zou ook een dingetje zijn hoor. Serie romanticus, maar dan niet flirterig. Hekel aan kinderen. Kleptomaan. Ik vind kleptomaan vind ik wel wat. Die wil ik hebben. Waar staat die? Is dat een levensstijl? Dat is een levensstijl blijkbaar. Ja, als het gaat tussen romantisch of zelfverzekerd, dan ga ik wel voor zelfverzekerd. Oh, hij kan niet meer goed zijn, omdat hij dus... hoe heet het? Een kleptomaan is. Daar, zelfverzekerd. Paranoïde. Ja, die pakken we ook. Dan hebben we er 3. Waar staat hij? Daar. Oké. Nou, deze vrolijke vriend gaan we even opslaan in mijn bibliotheek. Even kijken hoor. Mijn bibliotheek. Ik heb ooit een keer eerder hier. Bijzondere papa's. Dat wordt dan nu. Bijzondere papa, enkelvoud. Hoe ik altijd mijn beschrijvingen doe op de galerij. Heinz, foei, tafel, poot. Oh ja, toen deed ik het nog in het Engels. Ik heb natuurlijk een tijdje 2 talen gedaan. Dus zowel mijn YouTube kanaal Next of Kimpuls in het Engels als mijn Nederlandse YouTube kanaal als Nederlandse Twitch. Dat ik dacht, ik doe de beschrijving wel in het Engels. Maar een bijzondere gekke papa voor een bijzondere leuke streamer. Teen het melk weg. Ik weet niet of het leesbaar is op het scherm. Is het leesbaar op het scherm wat ik dit typ? En ik had laatst voor Denise, had ik dit. Ja, op je tv wel, maar sommigen kijken op hun telefoon. Oh, kijk, het is leesbaar. Betrapt. Heinz foei tafelpoot, een bijzondere gekke papa voor een bijzondere leuke streamer. Hashtag Kimpuls, hashtag livestream, hashtag Miss Divi. Twitch.tv/Kimpuls en twitch.tv/Miss Divi. Nou. Hoppatee. Meneertje staat online. Deze prachtige knul. We gaan nog even de outfit langs. Komt u maar. Dus dit is een koud weer outfit. Waarin hij dus pro to be koud gaat hebben. En dit is een warm weer outfit. Misschien komt dat glimmende wel omdat hij gewoon constant erin zweet. En dan hebben we zijn zwemkleding. En dan hebben we zijn feestkleding. En dan dit gaat interessant zijn, hè? Daar gaat Sandy super blij mee zijn. Een paaslover. Dan hebben we zijn sportoutfit. Zijn, hoe heet het? Formele outfit. En zijn alledaags. En de kans. Ja, want Miss Divi zegt, daar gaat Sandy heel blij mee zijn. En die kleine voetjes. Ja, dan gaat hij dus, kan hij dus makkelijk, kan Sandy hem opvangen. De kans is dat we hem of zo in Miss Divi de stream gaan zien. Of zo, of zo. Ik vermoed... of die, want jij speelt nu in de lente, hè? Dus waarschijnlijk wanneer ik aan de beurt ben, is het of nog lente of al zomer. Dus het gaat nog interessant worden welke outfit we te zien krijgen. Maar als er 1 outfit is die we zeker weten te zien gaan krijgen op stream, is het deze. Maar dat was Heinz foei tafelpoot. Die staat op de galerij. Dus die kan iedereen downloaden als je wil. Je kan hem bijvoorbeeld ook gebruiken van Ugly to Beauty Challenge. Als je dat wil proberen. Ja, Miss Divi, ik ben jouw proetels aan het sparen. En als ik genoeg proetels heb, dan ga ik zeker weten jouw katertje beloning kopen. Nog even een shout-out naar jou.
Dus volg Miss Divi op haar Twitch. Want zij speelt dus ook de 100 Baby Challenge. Maar ze heeft dus ook, zoals we hier kunnen zien, Planet Zoo gespeeld. En wie weet gaat ze ook nog andere dingen streamen. Dankjewel voor het kijken. Volg mij op Discord. Join mijn Discord. Dan heb ik ook nog al mijn socials. Maar ik denk dat de populairste toch wel Instagram zijn. En verder heb ik ook nog YouTube. Dus daar komen al mijn oude streams op. Ik loop wel een half jaar achter. Maar ik doe mijn best om het in te halen. En ik doe ook mijn best om nog steeds wel gewoon tussendoor video's ook te posten. Dus het is niet dat mijn YouTube kanaal nu alleen nog maar in een oude livestream kanaal verandert. Maar er komen ook nog echt steeds gewoon video's bij. Ik vond het zeker leuk. Dank jullie wel dat jullie er waren. Ook dank jullie wel voor de support aan het begin. Jij bedankt. Je bent een topper. Dank je wel, Blondie. Het was zeker gezellig. Tot de volgende keer. Ik ga met Pasen sowieso live. Maar ik weet nog niet of dat zondag gaat zijn of maandag. Er gaan namelijk twee mensen mij helpen. Ja, van het weekend ben ik live met de Paasstream. En wanneer ik voor de rest live ga of wanneer er iets op mijn YouTube verschijnt, de beste plek is gewoon mijn Discord server om het te weten te komen. Maar tot de volgende keer. Doeg! Ah. Mm-hmm.